Als je een officieel document maakt, is er een aantal elementen dat niet mag ontbreken. Eén daarvan is een inhoudsopgave. Word 2016 heeft daar een handige functie voor. In twee handouts heb je kunnen zien hoe je die kunt gebruiken en dat daarbij stijlen noodzakelijk zijn. Ook als je zelf stijlen hebt gemaakt, kun je een inhoudsopgave gebruiken. Hoe dat werkt zie je in deze laatste handout over het maken van een inhoudsopgave in Word 2016. In dit document heb ik vier eigen stijlen gemaakt. Je ziet ze ook in het lint. Als je de cursor in een kop zet zie je welke stijl er is gebruikt. Het maken van een eigen stijl kan op verschillende manieren, maar het eenvoudigst is het om eerst de opmaken aan te geven. En vervolgens in de mini-werkbalk te kiezen voor stijlen en daarna stijl maken. Je geeft de stijl een naam. Je ziet deze nu ook in het lint en je kunt deze eenvoudig op andere Alinea's toepassen. Terug naar de inhoudsopgave. De cursor staat op de eerste pagina. Hier voeg ik de inhoudsopgave in. In het tabblad Verwijzingen kies je via de knop Inhoudsopgave Aangepaste inhoudsopgave. Eerst voegen we de juiste stijlen toe. Dat doe je via de knop Opties. Hier zie je de stijlen die ik zelf heb gemaakt. Je geeft aan op welk niveau je de betreffende stijl in de inhoudsopgave wilt gebruiken. Let wel even goed op dat je het juiste niveau aangeeft. De standaardstijlen kop 1, kop 2 en kop 3 zijn ook ingevuld, maar deze stijl wil ik niet zien, dus verwijder ik de getallen. Daarna kies je weer een opmaak. De inhoudsopgave is ingevoegd en werkt verder op dezelfde manier. Als je met ingedrukte ctrl op een onderwerp klikt, breng je het in beeld. Ook in de inhoudsopgave worden stijlen gebruikt en ook hiervan kun je de opmaak wijzigen. Ik open opnieuw het venster Inhoudsopgave. Via Wijzigen kun je de geselecteerde stijl wijzigen. Bijvoorbeeld Inhoudsopgave 3. Je klikt hier op Wijzigen... En dan kun je vervolgens de opmaak aanpassen. Ik geef deze stijl een rode tekst. Als je nu de vensters sluit, wordt gevraagd of je de inhoudsopgave wilt vervangen. Kies in dit geval Annuleren. Je wilt alleen maar de opmaak aanpassen en niet de inhoudsopgave vervangen. Je ziet de rode tekst bij niveau 2. Ook in een PDF werken de hyperlinks van de inhoudsopgave. Je maakt een PDF van een Word-document via bestand Exporteren. Hier klik je op deze knop. Je geeft de naam op. Je moet de inhoudsopgave weer bijwerken. En daarna wordt de PDF geopend. Als je op een link klikt, kom je bij het betreffende onderwerp. Hierbij hoef je niet de controltoets te gebruiken. Nog één keer terug naar het Word-document. Als je een inhoudsopgave wilt verwijderen, kies je via de knop Inhoudsopgave Inhoudsopgave verwijderen tot zover deze houd toe over inhoudsopgaven in Word 2016